Gezin op Reis en ik neem jullie vandaag mee naar een van de forten van de Belgische stad Luik. Ik sta hier bij Fort de Loncin, een van de oude verdedigingsforten van Luik. Vroeger had deze stad 12 forten om de stad heen om de Duitsers die richting Frankrijk trokken tegen te houden. Er ligt hier een hele hoop geschiedenis, want hier is een bom van de Duitsers, de Dikke Bertha, uiteindelijk opgevallen. En dat heeft 350 soldaten gedood. Een heel bijzonder verhaal. We zijn inmiddels buiten het fort gekomen. Achter mij zie je de slaapkamers waar de soldaten sliepen, met ongeveer 12 soldaten op een kamer. En achter mij zie je wat er gebeurd is. De poederkamer is hier ontploft, waardoor de 350 soldaten onder het puin terecht zijn gekomen. Je ziet dat het een krater is geworden. Vroeger was het net zo hoog als het omringende landschap. De 350 soldaten liggen hier overigens nog steeds. Het is onmogelijk geweest om erbij te komen. Overal lagen explosieven. Overal lag puin. Overal lag beton. Het was onmogelijk om de soldaten eruit te halen. En daarom is dit nu een grote begraafplaats geworden van de 350 soldaten. Een eerbetoon ook aan deze dappere 350 soldaten die hier gevochten hebben in het fort de Loncin. Achter mij is de militaire begraafplaats van de soldaten die hier wel gevonden zijn bij een opgraving. Ze hebben het heel mooi weergegeven met de oude houten kruisen die gebruikt zijn en plakaten voor de militairen. De namen als de soldaten bekend zijn of onbekende plakaten als ze onbekend zijn. Het kan wel wat heftig zijn voor kleine kinderen, dus je kunt het makkelijk overslaan. Maar oudere kinderen zullen we zeker even binnen kunnen kijken. Het is ontzettend respectvol en mooi weergegeven.